Gaan we halen voor Guus. Kersen, dat zijn lievelingssnoep. Hey, blijf maar hier staan, dan zie je ze vanzelf aankomen. Nou, hier wordt lekker gekookt. Oh, dat is wel een hele mooie film. Was het dan druk in de film? Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is inmiddels 10:30 denk ik. Ik ben al even bezig met kantoorwerk. En Junior komt net zijn bed uitgelopen. Dus die heeft echt heerlijk lang geslapen. En ik zal eens kijken waar de anderen zijn. Het is ook heel erg stil in huis in Nagelkerken. Jan is werken. Eline ook. Ik hoorde net hier iets. Nee, ik zie niemand. Wel een verlaten pak Optimaal. Ja, hier zie ik er twee. Oh, ik zit er met. Hallo dames. Hallo. Zullen jullie even een boterhammetje eten of zo? Dat heb ik net al gedaan. Oh, goed zo, schat. En Floortje? Wil je zometeen niet even wat eten? Ik ga het even. Oh, doe je dat daar? Dan hebben we tafels vol met stoelen. Hey, Dotje? Ja. Ja? Zijn jullie aan het kijken? Hotel Transylvania. Is het leuk? Er zijn drie delen van, ik ben nu bezig met één. Oké. Ja, het is er ook weer voor, want het is hartstikke slecht. Het regent. Het is geen weer om naar buiten te gaan. Dus dan kan je beter maar lekker een relax dagje houden. Ja. Wij lopen met z'n drieën een cadeautje gaan we halen voor Guus. En wat zullen we halen, meiden? Snoep. Gaan we snoep halen? Ja, en chips. Oké. Vorig jaar had ik Guusje maar een zak chips gegeven of zo. Jou had ik ook echt veel gegeven. Ja. We zijn nu bij de snoepafdeling. We gaan echt best wel veel. Ja, we gaan best veel. Hier zitten allemaal chips. En hier koffiedingen. Maar dat maakt niet echt uit. En dan hier allemaal snoep. Hier allemaal chocola. Denk je dat ze auto's ook lekker vindt? Ja, dat had je ook voor lekker. Mij toen. Dat is wel lekker. En smintjes vindt ze lekker. Dan de... Smintjes of smintjes? Smintjes. Roze vindt ze vooral lekker. Die nam ze altijd. Yo. Ja, die zijn wel lekker. Popcorn of zo? Nee, dat vind ze niet lekker, denk ik. Of we kunnen, ja, dit magnetron popcorn. Kost maar 1 euro. Dat doen we ook wel. En wat nog meer? Kauwgombal. Kersen, dat is haar lievelingssnoep. Hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dingen. Nou, dat is perfect, want ze wordt toch 10? Ja. Ja, je kan beter zo filmen. Nou, 10 dingen. Oké. Okay. Helemaal goed. Best veel eigenlijk. Ja. Hey, blijf maar hier staan, dan zie je ze vanzelf aankomen. We hebben drie hele enthousiaste meisjes hier. Maar wat gaan jullie doen? Naar Disney. Nee. Jullie mogen naar de bioscoop met Rana en de mama. Nou, dus jullie zijn bofkonten, want pap en mama hebben vandaag allebei een lange werkdag. Dus jullie waren een beetje tv aan het kijken en aan het spelen. En toen stuurde de mama van Rana, hebben ze zin om mee te gaan naar de film? Dus, nou, vast wel. Dus mogen jullie lekker naar de bioscoop. Ik denk dat jullie naar Etten-Leur gaan, maar dat weet ik niet zeker. Denk het ook. Naar de film? Spirit. Spirit, dat is een paardenfilm, hè? Ja, we hebben die serie al 5 keer gezien, denk ik. Oké. Okay. En we hebben ook een andere soort film zelf, maar dat is de oude en we gaan nu de nieuwe kijken. Ja. Ik ben benieuwd. Is dat niet die film waar we toen een DVD van hebben gehad? Nee, dat is dus die oude. Dat zal de oude wel zijn. Ja, of zou dat dezelfde zijn? Nee, dat is de oude. Ouder. En anders,
anders, die hebben we nog niet gezien, want die zit in plastic, dus dat maakt dan niet uit. Oké. Okay. Maar ik weet tenminste dat de moeder van Rana een witte auto heeft. Nee, zilver. Zilver? Ja. Een zilveren Audi, keek, volgens mij. Ik keek de hele tijd. Er was een auto. Ja, met van die rondjes. Het logo heeft van die rondjes. Oh, vier rondjes naast elkaar. Vier rondjes naast elkaar. Ja. Dan blijft hij hier gewoon netjes staan en je ziet vanzelf als hij hier stopt. En dan kan je in, instappen. Ja, passen we daar met vijf in? Ja. Precies vijf plekken volgens mij. Ja. Daarom volgen we onze drie ook. Leuk, hè? Dan zullen we wel twee gedaan. Nou, hier wordt lekker gekookt. Eline heeft boodschapjes gedaan. Ja, jij doet helpen, hè? Wil je een grote tomaat? Ja. Wow, vind je dat lekker? Ja. We hebben vandaag een soep uit pak. Kijk, vind je hier, je mag de soep erin doen. Vind je dat niet leuk? Kom. Nee, dan moet je de stoel pakken. Nee, even de stoel pakken, anders kan het niet. Mama. Nee, met vallen. De stoel, anders dan ga je vallen. Je kan daar niet op klimmen. Echt niet. Echt niet. Nou, ik ga papa even wakker maken. En dan moet je meedoen. Ja, ook al. Jij wil alles. Nou, mee dan. Papa die heeft even geslapen. Die heeft de hele nacht gewerkt. Dus die gaan wij nu wakker maken. Ik heb ook kort geslapen, hoor. Ja, hij was laat klaar. Heb je allemaal bij? Ik ben naar de film geweest. Was het een nieuwe film of had je hem ook gezien? Een hele nieuwe. Oké. Okay. En was hij leuk? Vertel eens waar het over ging. Het ging over... Als eerst was het nog een klein meisje bij die film. En toen zag ze Spirit, de paard. En toen ging die paard de hele tijd achter de trein aan. En toen vond zij die paard heel lief. Maar haar moeder die is dood. En die was eens een keer van een paard gevallen. En van haar vader mocht ze nooit meer met een paard zijn. En toen kreeg haar vader een zo ruzie. En toen... ging zij de hele tijd met dat paard om. En toen mocht het van haar vader, omdat die paard haar leven had gered. Oké. Okay. Oh, dat is wel een hele mooie film. Was het dan. Druk in de film? Er waren ongeveer vijf andere soorten mensen, dus niet echt. Was niet veel. Vijf andere mensen, hè? Ben je in Roosendaal geweest of in Etten-Leur? Roosendaal, denk ik. Ja, Roosendaal, want ik hoefde maar even te lopen en toen gingen we nog ijsje halen. Bij Maddie's. Oh. Dan ben je in Roosendaal geweest. Dat was wel leuk dan. Wat een geluksvogel ben jij. Je hebt wel één pechje nou, hè? Wat is dat dan? Je mag bij niemand slapen. Dat is veel beter. Nee. Ze mag eigenlijk altijd bij Stan slapen. Normaal. Juist nooit. Oh? Ik dacht van wel. Nee. Maar weet je wat het is? Meestal als je bij iemand gaat slapen, kom je uiteindelijk toch naar je eigen kamer. Dat is altijd. Omdat dan veel lekkerder slaapt. Hè? Nou slaap je meestal dan. Nee, ik slaap meestal bij Eline. Of Guus, of Dorp. Maar wat nog, ik wilde weten, wat heb jij in de bioscoop genomen? Ik wil het nog centjes meegeven. De moeder van Rana had water en nachos, een klein bakje met de pittige saus. Dat is wel heel precies. Ja? Rana had popcorn en ijstie. En ik had een klein bakje nachos en kaassaus en die hete saus. En Guus had popcorn en... Had je geen drinken genomen? Jawel. Ijstie en ik had ook nog Pepsi Max. Zo. Dat is wel een heel groot feest. Heb je getrakteerd dan? Voor je eigen geld. Nee. Mama had centje meegenomen en mocht ze ook Rana van trakteren omdat ze met Rana mee mochten. En de moeder van mij. En de moeder. Nou, dat was wel heel leuk dan. Had je je auto's nog een beetje gemist? Want het was maar even. Ik had jou wel gemist. Zullen wij eens een keer samen zo afsluiten? Ja. Dat is lang geleden. Met z'n drieën? Met z'n drieën, ja. Kom. Tussen. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Mama, dank je wel. Abonneer op ons kanaal.
En wie is er vandaag jarig? Schuusje gaat naar de bakkerij. Die gaat haar eigen taart maken. En... Nou, zo ziet hij eruit. Overvol. Oké, ik ben echt heel benieuwd. En dit is jouw fiets. Ik sta allemaal zo te kijken.